Dit is mijn 15 jaar oude Dyson DC20 stofzuiger. Die staat nou aan, maar je hoort hem niet. En hoe komt dat? De stroom staat erop. En dat komt hierdoor. Hij wilde niet starten. Dan ga ik hem onderzoeken. En dan zit het aan het snoer. Hier hoor. En ik laat hem weer los. Dat betekent dat er dus een los contact zit in de ingegoten of de aangegoten stekker. En om de voor- en de achterkant te weten, heb ik hem gemarkeerd met wat kleurstof, wat verf, wat nagellak. Dat heb ik van de vrouw geleend. En dan weet ik waar ik hem moet opensnijden. Dat betekent, als ik hem omhoog doe, dan moet dus hier een onderbreking zitten. Dan kunnen we twee dingen doen. Of je gaat het hier de snoer vervangen. En dan moet je dus het motorhuis openmaken, nu de snoer erin zetten, bestellen. Dat is erg veel werk. Je kunt het makkelijker maken om hem hier af te snijden en daar een andere stekker aan te zetten. Maar ik ga eens kijken of ik hem eventueel, als ik een operatie doe, dan ga ik hem hier openen met een scherp mesje. Dan ga ik eens kijken wat er los zit. Misschien kan ik het solderen of zo. En anderzijds zal er een nieuwe stekker aan moeten. We gaan beginnen. Zo, ik heb de stekker vastgelegd, zodat ik hem kan gaan opereren. En dat doe ik dan met zo'n mesje. En dan gaan we dan mee beginnen. Nou, ik heb twee tie-ribjes losgeknipt. Dan kan ik hem helemaal open trekken. Dan zie je dat hier aan het einde van de kabel gewoon een bruine en een blauwe draad zitten. En ik zal de stekker eraf moeten halen. Want in het snoertje, in het begin van het snoertje, kan namelijk een kabelbreuk zitten. Dus ik moet hem uitwisselen. Ik kan hem zo niet maken. Zo, de stekker die hebben we verwijderd. Daar zie je een stukje zitten. Dan gaan we zo meteen met de striptang. Dan gaan we hier dit eraf strippen. Ik heb nog een andere stekker gevonden, deze. En dan gaan we net zoals deze dit daarop zetten. En als het dan goed is, dan doet de stofzuiger het weer. En hier zie je dus waar het los contact zat. Hij is daar gaan branden, zwart geblakerd, er bijna doorgebrand hier. Dus tot zover moeten we hem loshalen om een nieuwe stekker erop te zetten. Zo, de nieuwe stekker zit erop. Daar erin gezet, hier erin gezet. En niet vergeten dat je dan hem hier al over de kabel duwt. Nee, dat is, die komt van de stofzuiger af. En dan gaat hij dan, gaat hij zo meteen, daar zit het gaatje van de schroef. Gaat hij daar overheen, maar ik wil eerst dat gat dichtmaken hier. Dus heb ik wat tape gepakt en de tape ga ik eerst eromheen doen. Zo, de stekker is klaar. En dan gaan we hem nu proberen. Bij deze laat ik u zien dat je niet zomaar iedere stekker aan een stofzuiger kan zetten. Ik heb deze erop gezet. Ik ga hem proberen erin te steken. En dat lukt niet. Dat lukt niet. Omdat daar de beveiliging voor de randader wat nokken zitten. Dus deze gaan we eraf halen, want die werkt dus niet. Wat wordt het dan wel? Het wordt deze stekker. Nieuw gekocht. Het lekker in de hand. Die kan dus wel erin. Hup. En ook goed losgetrokken worden doordat er twee van die nokjes op zitten. Nou, de nieuwe stekker zit erop. We gaan er even eroverheen schuiven, de hoes, en gaan we hem proberen. Nou, daar gaat hij. Oké, kom maar.